In de vorige aflevering hebben jullie kunnen zien hoe Mick heel erg brutaal de bank heeft overvallen. En ik vind het echt niet kunnen dat hij dat heeft gedaan. En daarom heb ik vandaag besloten om Mick op te gaan sluiten in de gevangenis. Omdat hij gewoon ontzettend vervelend is geweest. Hij heeft me bedreigd met een wapen. Ik moest zo snel mogelijk weggaan uit de bank. En ja, ik had er in principe al wel genoegen meegenomen dat Mick de bank weer terug heeft gepakt. Maar dit kan niet gebeuren in Kleurstad. Hij moet hiervoor gestraft worden, zodat hij dit niet nog een keer doet. En daarom heb ik een smoesje bedacht om Mick vandaag te gevangenis in te lokken hier in Kleurstad. Ik ga gewoon zeggen dat er wat mis is met de gevangenis of dat er iemand is of zo. Ik weet niet. Ik ga gewoon een super gek smoesje bedenken en ik hoop dat hij er dan intrapt en vrijwillig de gevangenis inloopt. En dan ga ik hem daar gewoon opsluiten en hij gaat er ook nooit meer uitkomen totdat hij een brief voor mij schrijft waarin hij zijn excuses aanbiedt. Dat is een beetje het idee. Zoals ik al zei, ik vind het gewoon echt niet kunnen waar Mick allemaal mee bezig is. Dus even kijken. Is hij thuis? Klop, klop. Hallo, Mick. Hallo. Ja, mag ik binnenkomen? Wat goed. Oké. Hallo, Mick. Hey, hallo. Hey, goedemorgen. Dankjewel. Jij ook goedemorgen. Ja, wat is er, Giel? Waarom kom je hier naar binnen? Wat heb je nou weer voor nieuws? Nou, er is iets gebeurd. Ik weet niet wat er is, maar er is iets met de gevangenis. Er heeft iemand ingezeten of iemand heeft iets verkeerds gedaan. Waarom gebeurt er altijd iets hier? Wat kan jij nou nooit eens met goed nieuws komen? Nee, sorry. Ik kan er ook niks aan doen. Het is gewoon gebeurd. Er is iemand uitgebroken. Ene keer heb je helemaal huis leeg. Dan heb je weer mijn bank veranderd in iets. En nu, wat is er nu weer? Nu is er iemand in de... Ja. Ik geloof er eigenlijk helemaal niks van, Giel. Oké, Mick, kom maar deze kant op, want... Nee, ik geloof er echt helemaal niks meer van, Giel. Hoe bedoel je gelooft er helemaal niks meer van? Ja, je gaat me sowieso weer pranken. Ik ken jou wel langer dan vandaag. Nee, Mick, er is echt iets gebeurd. Het is super raar. Er stonden eerst allemaal blauwe bedden en zo en die zijn al weg en het ziet er zo raar... Mick, kom terug. Mick, kom op. Nee. Waarom niet? Mick, kom. We moeten dit oplossen. Ik ben echt bang dat er weer iemand in de survival zit. Oké, maar dan moet jij vooraan. Hup. Ja, ik ga vooraan. Dat is goed. Geen probleem. Oké, kom maar mee. En dan gaan we deze kant op. Het is echt in de rechtercel uit mijn hoofd, als ik het goed onthouden heb. De rechtercel. Ja, Het is echt zeg maar een beetje daar zo bij de wc. Daar zit een of ander gat achter en ik vertrouw het helemaal niet. Oké, nou ga maar kijken. Ja, ik ga maar eerst even naar binnen hoor. Ja. Kom, kijk, hier, zie je dat? Het is zo ontzettend raar. Ik vind het zo apart. Dit is het toilet. Haha, Mick, je zit vast. En je komt er niet meer uit. Hey, ik kan nog wel steeds schieten, hoor. Hey. Ik kan nog steeds schieten. Mick, doe normaal. Help. Nee, dit gaat de lange weg worden. Als je zo wil gaan ontsnappen, dan gaat dat je helemaal nooit lukken. Ontsnappen? Waarom denk jij dat je in deze gevangenis zit? Ik heb geen flauw idee waarom ik denk dat ik... Waarom zit ik in de gevangenis, ja? Ik heb hier niks mee te maken. Je hebt hier zeer zeker wel iets mee te maken. Ik zie... Dit is gewoon een toilet, Giel. Ik zie helemaal geen raar gat. Nee, dat zit er ook niet. Maar jij hebt in de vorige aflevering de bank overvallen. En daarmee heb je me echt superveel pijn gedaan gewoon, weet je? Mijn eigen bank die jij had overgenomen. Hoezo je eigen bank? Ja, nee. Maar je hebt een geweer op me gericht. Je hebt me weggejaagd. En er zaten waarschijnlijk ook nog een paar diamonds van mij in de bank ook nog. En die heb je nou ook allemaal. Ja, zeker wel. Maar die kan je toch ook gewoon terugvragen? Hoezo terugvragen? Ja, maar dat ga je toch niet doen, Mick. Ik ken je ook wel langer dan vandaag. Dan laat ik je vrij en dan, ja, dat ga je niet doen. Nee, geef ze terug. Laat me maar vrij. Oké, weet je wat ik ga doen, Mick? Jij blijft er nog even lekker zitten. En ik heb een plannetje hoe dat je eruit kan komen. Ja. Oké, als het goed is, heb ik hier in mijn huis nog ergens iets van een boek liggen. En ik wil nu dus dat Mick een excusesbrief schrijft. En het is niet eens dat ik daar zoveel waarde aan hecht. Maar ik wil hem gewoon eventjes terugpakken. Want wat hij de vorige aflevering gedaan heeft, dat kan natuurlijk echt niet. Oké, ik heb een boek gevonden en die ga ik nu aan Mick geven. Maar eerst moet ik daar nog eventjes zorgen dat hij zijn wapens gaat inleveren. Oké, hallo Mick. Ben je er nog? Ja, natuurlijk ben je er nog. Je kan geen kant op. Ja, ik vind het wel grappig eigenlijk. Ik vind het heel erg grappig. Ja, echt. Oh, hilarisch. Oké, Mick. Wat jij moet doen om uit deze gevangenis te ontsnappen... is in dit boek een mooie excusesbrief schrijven. En dan laat ik je vrij, als het goed genoeg is. Ja, dat mag je gaan doen inderdaad. Nee. Geen dirt. Nee, Mick. Ik wil geen dirt. Dat geeft maar aan een noobspeler de volgende keer of zo. Ik hoef het niet te hebben. Baba. Oké, een excuusbrief. Ja. En je moet nog wat doen. Even kijken. Ik maak je even een mooie ladder omhoog. En dan ga ik hierop staan. En dan maak ik hier een chest. En dan even kijken. Mick, jij moet hier in deze chest al jouw spullen gaan gooien, oké? Mick? Nee. Ja, zeker. Anders blijf je hier voor altijd zitten, Mick. De keuze is echt aan jou.
Oké, eens even kijken. Sorry dat je mijn bank hebt. Nee, dat is helemaal niet waar, Mick. Hier, alsjeblieft. Hey, ik heb superveel dingen voor jou gebouwd de laatste tijd. Ik heb je de wapenwinkel gelezen. Ik heb het al gelezen. Dit is niet goed genoeg. Oké, ik doe een nieuwe. Nee. Mick, eerst spullen hier in de chest. Kom op, opschieten. Nee, hier een nieuwe brief. Hier. Mick, oké. Nou, ik lees hem wel even voor als je dat fijn vindt. Doe ondertussen maar even je spullen in deze chest. Giel, je bent noob. Nee, Mick, dit is geen excusesbrief. Ik vind het ook helemaal niet grappig. Giel, je bent wel noob. Doe je, Giel. Oh, Mick, doe even normaal. Kom op. Gooi gewoon je spullen in de chest. Maak het niet moeilijker dan dat het is, oké? En dan? Heb jij al mijn diamonds en alles? Nee, ik beloof dat ik er van af blijf. Anders dan ga je mij ook gewoon opsluiten hier. Ik weet hoe dat het gaat en daar heb ik ook helemaal geen zin in. Ik wil gewoon dat je een lesje leert. Je moet niet zomaar een bank overvallen en allemaal gevaarlijk gaan doen met wapens en dat soort dingen. Je moet ook niet zomaar iemands bank helemaal van kleur veranderen en zeggen dat die van jou is. Maar ik moest een prank doen op jou, Mick. Zo ging het nou eenmaal. Ja, en ik wil die bank helemaal niet hebben. Het is gewoon meer... Een prank. Ja, dat moest ik van jou doen. Teruggeven. Nou, dan anders is het geen prank. Jij hebt toch allemaal schapen en koeien in mijn ding gezet? Ja, een beetje Giel. Dan kijk ze op een pad dat ik het beste kon pranken. Ja, oké. Nee. Dat wist ik nog niet. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Jij hebt mij super erg bedreigd en jouw prank ging gewoon veel te ver, man. Kom op. Even al je spullen erin. Ik zie nog een geweer, armor. Dan moeten allemaal in, Mick. Ik wil het allemaal zien. Zo. Ja, stop het er maar in. Heel erg goed. Hier mag je ook allemaal troep. Ja, oké. Nou, Mick, ga maar eventjes een serieus briefje maken. Dan ga ik eventjes een stuk glas halen om dit weer even te repareren. Serieus briefje. Ja, een serieuze brief. Ik wil een serieuze brief zien, Mick. Oké, ik loop wel eventjes naar het zandplekje. Maar ik snap niet dat Mick zo moeilijk doet. Het enige wat hij moet doen is gewoon een briefje schrijven. Kom op, zo moeilijk is dat toch niet, Mick? Oké, ik ben hier bij het zand. En ik denk dat ik iets van 6 zand nodig heb. Dan kan ik weer van die dunne glazen plaatjes maken. En die heb ik natuurlijk nodig. Dus even kijken. Ik hak wel gewoon 10 voor de zekerheid. Dan heb ik 100% genoeg. Hoppakee. En 11. Oké, ja, dit is meer dan genoeg zand. Oké, ik ben weer thuis aangekomen. Ik heb een oven gevonden. En ik ga eventjes al deze spulletjes smelten. En ik ben nog steeds zo blij met mijn woonkamer. Ik vind hem echt prachtig uitzien. Kijk dan, joh. Wat een ideale inrichting is dit, zeg. En eens even kijken. Ja, dit schiet echt voor geen meter op. Maar goed, ik moet eventjes wachten totdat het glas klaar is. Want Mick zou in principe kunnen ontsnappen als hij slim is. Maar ja, dat zie ik niet zo snel gebeuren. Eens even kijken. Oké, ik heb er al 3. Waar heb ik mijn crafting table eigenlijk staan? Ik ben die gewoon kwijt. Oh, ik ben zoveel dingen kwijt na de verhuizing. Ik hak wel eventjes een boompje om. Want een crafting table heb ik natuurlijk nodig om glas te maken. Anders dan gaat er helemaal niks van terechtkomen. Oké, ik hak hier gewoon eventjes 1 hout. Zo, hoppakee. De rest van de boom laat ik voor nu eventjes staan. Die hak ik later wel een keertje weg. En ik ga denk ik gewoon even lekker via mijn gloednieuwe garage naar binnen. Ik ben hier ook nog steeds zo blij mee. Kijk dan hoe mooi dat deze garage is. Oh, prachtig. En eens even kijken. Dan pak ik dit hout erbij. En dan maak ik gelijk even een mooie crafting table. Kijk eens aan. En ik denk dat het glas nu ook wel klaar is. Jazeker. En hiervan kan ik nu wat van deze glazen plaatjes maken. En die ga ik meteen weer eventjes eentje plaatsen bij de gevangenis. Zodat Mick niet gaat ontsnappen. Mick, hallo? Hallo. Hallo, Mick. Eens even kijken. Ja, alles zit in de chest. Helemaal top. En ik zie hier een boek liggen. Wat heb je erin geschreven? Ja, lees maar. Oké, ik ga eventjes lezen. Noobie. Giel, die is... Noob. Is dat wel zo handig? Ja, Mick, dit is natuurlijk helemaal niet wat ik bedoelde. Je moet wel zingen. Je moet niet zingen. Nee, ik ga niet zingen. Ik ga niet doen wat je wil, Mick. Je moet ervan leren. Giel, die is een noob. Hier. Is dat wel zo handig? Mick, kom op. Jij moet even een goede brief schrijven, oké? Anders ga ik hier gewoon niet uitlaten. Je maakt het alleen maar moeilijk voor jezelf. Zo, alsjeblieft. Ah, Mick, dit is echt... Dit gaat weer helemaal niks zijn. Hier, sorry. Ja, hou op, man, met je sorry. Oh, nou, wat nee, dan? Je moet even een uitgebreide brief maken, oké? Okay? Weet je wat, Mick? Ik kom morgen bij jou terug en dan gaan we eens even kijken of dat het gelukt is. Dus blijf jij maar lekker een nachtje in de cel slapen. Klik hier als je wilt zien hoe Mick de bank heeft overvallen. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal en op het kanaal van Mick om op de hoogte te blijven van deze gehele survival-serie. En dan zie ik jullie weer terug bij de volgende video. Doei!